gevoel wat Aquasi probeerde uit te stralen. Wat Johan dus blijkbaar niet wil zien. Kun jij dat verwoorden? Je hebt het met een donkere vrouw, heb jij kinderen? Daar heb ik 3 kinderen mee, klopt. Ja, mijn eerste vrouw. Ik moet jou heel eerlijk zeggen, kijk, met de kinderen zelf, die heb ik daar nooit zo over gehoord. Ik heb jouw interview gelezen en je hebt een kind met een blanke man. Ja. En jij wel. Ik heb dat veel minder gehoord. Maar ik heb natuurlijk wel de ervaringen met Sylvia, met mijn ex-vrouw, met de moeder van mijn kinderen. Ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. Ja. Waar de vooroordelen zijn. Kijk, wij kwamen wel eens in een hotel en daar gingen we eten. Dat was toevallig het hotel waar jij was over verteld met Rob Jansen. In Antibes. Ja. En dan gingen we met 3 stelletjes gingen we daar naartoe met de kinderen er allemaal bij. En dan zeiden ze tegen Sylvia, zeiden ze van, voor de kindermeisjes is de ruimte daar. Ja. Weet je, dus dat is al een vooroordeel natuurlijk. Kijk, zij werd natuurlijk te pas en te onpas bij controles op vliegvelden of bij voetbalstadions. Werd zij er altijd uitgepikt om tas te controleren of weet ik veel wat, weet je. Dus het is er wel degelijk. Kijk, die kinderen van mij, ik had het met mijn dochter Mattia erover laatst. En ik zei, nou ja, dat viel toch allemaal, jullie hebben daar toch niet zoveel last van gehad? Zegt ze, nee, maar het is wel natuurlijk een wezenlijk verschil. Of je opgroeit in Amsterdam-Zuid en je zit op de beste scholen en je woont in de mooiste huizen en je vader is een bekende voetballer, weet je. Dus dat was in ons geval was dat wat minder, maar dat het er natuurlijk is. Kijk, die hele discussie die we hier voeren aan tafel kunnen we allemaal wel op Johan richten, maar die discussie is natuurlijk veel groter. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Die discussie is natuurlijk veel groter dat hij er is. Kijk, ik heb Henk de Kaart op televisie gezien, ik heb Edgar Davids op de televisie. Nou, wie hebben we niet Ruud gezien? Gullit, ja. Ruud Gullit. En ze hebben allemaal dit soort voorbeelden van discriminatie of racistische opmerkingen of wat dan ook. Kwaad bedoeld of niet kwaad bedoeld. Daar zit ook een verschil in. Dat benadrukte Henk de Kaarten bijvoorbeeld gisteren ook. Dat je best grappen mag maken. Bewust alleen, onbewust. Wat is de insteek? Weet je, is de insteek racistisch of is de insteek gewoon een grap? Ja. En daar zit natuurlijk een heel groot verschil in. Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.